voorbode en herdefinitie. Met het verleden. Zo is het eigenlijk ook. Moesten de stad gaan. De kinderen mochten niet naar hun eigen school. Roma en Sinti, homo's, verstandelijk beperkte. Zij deden niemand kwaad. Maar er was in Nazi-Duitsland geen plaats voor hen. En zo valt een land te prooi aan onderbuikgevoelens en onvoldachte emoties in de samenleving in zijn richting. Onderbuikgevoelens die de weg kunnen plaveien naar haat, de weg kunnen plaveien naar geweld en uiteindelijk de weg kunnen plaveien naar moord. Steeds. En daarom moeten wij goed luisteren naar de verhalen van verhalen van overlevenden, verhalen van ooggetuigen en nabestaanden. We zijn dat maar verplicht. Ze vragen ons de verhalen te blijven koesteren en door te geven. Ze vragen ons om ons hart en verstand te blijven gebruiken. En vooral ook ons geweten voortdurend te gaan leven, zodat de last op de schouders van onze kinderen in de toekomst hopelijk een beetje minder wordt. Daarom zijn we vandaag bij elkaar. En daarom herdenken we.